wereld staat heel even stil. Een feit, het gaat allemaal opeens zo snel. De tijd, en dan begint pas het gevecht. Een strijd. Zeg, Jort, meuk ik weer eens schieten, Jelle? Nou, zijn een beetje voorzichtig, dat is een vrouw. Oh, maar, zo, kom maar goed, kom maar. Zeker, hè? Jelle, kijk eens. Ja, zeg, doe ik dan alsof ik die Davy niet ken, hè? Het geeft de mensen hoop. En jij bent? Davy de Vauw. Voetballer. Bij? Zult Waarhem. En Peter van Levensloop Alter? Ah, dat is toevallig, want ik ben meter van Levensloop Alter. Dat weet ik. Je bent Jelle Verriet, journaliste bij de Standaard. Ja, jou hebben ze genomen voor de looks en mij voor de brains, hè. Waarom engageer je eigenlijk voor Levensloop? Goh, toen ze mij eigenlijk de vraag stelden, heb ik niet lang moeten twijfelen. In mijn familiekring zijn heel veel mensen die te maken hadden met kanker. Mm-hmm. En ja, ik ben blij dat ik al de mensen in het algemeen had kunnen steunen. En ik ben trouwens ook opgegroeid hier in Alter. Nou, heel veel vijf hier geweest en ook mijn eerste vriendinnetje leren kennen. Mm. En jij? Wel, ik engageer mij om al die redenen dat jij net hebt opgeschomd, behalve natuurlijk dat vriendinnetje. Maar ook omdat we heel veel centen nodig hebben om, voor de Stichting Tegen Kanker. Hè? Daar hebben we ook heel veel mensen nodig, denk ik. Ja, regenboogstadion vol, maar dan hier in het Hof van Praat. Dat ging goed, hè? Ja, ja. Lag mijn haar een beetje goed, of niet? Oh, je haar lag perfect, ja, oh, gewoon. Chance. Zeg, maar hoe gaan we dat nu verder doen? Want waar komt die vechter dan ineens vandaan? Ik bedoel, dat is raar, hè? Wat? Wel, is het nu zo onverwacht dat ik van achter die palen moet komen? Is het zo? Oh ja, Lina, dat is top. Dat... Ja, voilà, dat is super. Zeg, Davy, gaat dat eigenlijk lukken voor jou om maar Peter te zijn van Levensloop? Want de echte sterren op 12 en 13 oktober zijn natuurlijk de mensen die strijden tegen kanker. De vechters. Ik gun ze echt alle aandacht, alle supporters, alle spotlights. En misschien wel het belangrijkste, een overwinning op hun ziekte. Jij bent een gedroomde Peter. En wat een toeval. Ja. We hebben hier een echte ster. Ja. Een vechter. Ja, ik ben een vechter. En een echte vechter. Ik heb dat toch al een beetje meegemaakt hoor, in het gezin. Maar de donderslag kwam eigenlijk toch wel als ik in oktober 2011 moest horen dat mijn kanker was teruggekeerd. En dat het, ja, dat palliatief terminaal was. Mm. Ja, ja, dat is eigenlijk nog een keer een andere strijd bovenop. Maar ja, ben er, hè? Goed, hè? Fantastisch. Ja. En je komt ook naar Levensloop, natuurlijk, hè? Dat is juist. Levensloop is eigenlijk wat dat mijn eigen levensloop eigenlijk nog een stukje verlengd heeft. Dat houdt mij in beweging, dat houdt mij draaiend. En ik vind het fantastisch dat die mensen die zij daarachter zetten, ons een keer in de bloemetjes willen zetten. Dat is iets helemaal anders dan altijd maar moeten wachten en afwachten. Ik vind het echt fantastisch en ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen... Maar ik weet al, het is al zo. Er komen zoveel mogelijk mensen meewandelen, 24 uur lang mee met ons strijden. Ja. En ook dansen, super, ja. Want er komen heel veel livebands en dj's en we gaan proberen om 24 uur lang te dansen en we gaan de dansvloer constant bezet houden. Ja. Jij ook. Ja, en dan.